Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een aflevering van de Toy Soldier. Vandaag ga ik bezig met mijn kast. Ik heb achter mijn vitrinekast staan en ik moet eerlijk zeggen, ik schaam me een beetje, want het is een bende. En dat komt, ik heb meerdere kasten boven en in de gang staat er nog één met alleen maar speelgoed. En hier doe ik elke keer als ik iets heel leuks gevonden heb of als ik iets heel leuks vind, leg ik dat erbij. Maar door de jaren heen wordt dat steeds meer en dat wordt steeds krapper en dat wordt steeds... En er valt dus wat om en je hebt geen tijd om daar continu wat mee te doen. Dus het wordt langzamerhand gewoon een bende. Het ziet er niet meer uit. En dat is zonde, want je doet zo je best om die dingen te vinden. En als je ze gevonden hebt, doe je zo je best om ze schoon te maken. En dan wil je ze met trots laten zien. En dan komen ze op zo'n verloren plank te leggen. En dat is zonde. Nogmaals. Nou heb ik... een doosje binnengekregen. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar dat is van Show My Collection. En Show My Collection, dat is eigenlijk heel simpel. Showmycollection.nl of .com, dat weet ik eigenlijk niet eens. Link in de beschrijving. En die heeft allerlei soorten standaardjes. Een klein standaardje. Ja, het is acryl, dus je kijkt er een beetje doorheen. Maar... een soort 3D-standaardjes. Muntenstandaardjes. Een soort van trappetje. Nou, wat ik ga doen is ik ga alles uit die kast halen. En vervolgens ga ik dat inrichten. En dan ga ik alles wat ik het mooiste vind terugplaatsen. Wat overblijft komt boven in de kast. Of wat past, dat past. Maar ik ga er in ieder geval weer een hele mooie kast van maken. Dat als er iemand hier op visite komt, of ik wil zelf nog even kijken, dat ik echt kan kijken en dat ik echt kan zeggen van, wauw. Dat is de bedoeling. Ik kan het jullie wel even laten zien. Op zich lijkt het op het eerste gezicht heel leuk, maar het ligt gewoon echt allemaal door elkaar heen. En hier ligt gewoon een hele stapel met munten. Waarvan je de onderste al niet meer ziet. Het ziet er gewoon niet netjes uit. Het is gewoon een beetje een ratje toe. Nou, wens me succes. Ik neem jullie wel mee in het proces van opbouwen. Ik ga nu eerst afbouwen. Ik ga nu eerst zorgen dat alles uit deze kast op de tafel komt te liggen. Sorteer ik het even uit op muntjes en op andere dingetjes. En daarna ga ik kijken wat ik niet meer in die kast wil. Dan ga ik alle spulletjes van Show My Collection gebruiken om hem in te richten. En daar ga ik dan de spullen weer op zetten. Tenminste, ik heb met Wilma overlegd en het mag. Deze ga ik ook gebruiken. Dus dit gaat er ook uit. En dan ga ik een hele mooie kast van twee delen maken. En dan kan ik het wat ruimer opzetten. Geeft het wat meer rust. Ziet het er super strak uit. We'll be right back.
dit is uiteindelijk het eindresultaat. Ja, heel veel ruimte gecreëerd door 3D te inrichten. Ik bedoel, als je dit achter elkaar zet, en als je dit achter elkaar zet, ja, dan krijg je gewoon echt heel veel dingen die je niet ziet. En door alles in verschillende lagen neer te zetten, ja, dan zie je gewoon veel meer. En dat heb ik hier beneden ook gedaan. Ik heb een mooi trappetje met muntjes gecreëerd. Wat speelgoed. En dan weet ik wel, dit zijn echt niet alle vondsten, maar je wil veel meer laten zien. Maar dat gaat niet, omdat je die ruimte niet hebt. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een soort compilatie gemaakt van wat je zoal zou kunnen vinden. En daar dan de mooiste dingetjes van. En die heb ik zo neergezet. Nou, vond je dit nou een leuke video? Of ben je nieuwsgierig of jij ook zo'n mooie kast kan maken? Doe even een duimpje omhoog en kijk even in de beschrijving. Daar kan je precies zien waar je deze spulletjes allemaal vandaan kan halen. Show my collection. En wie weet heb jij dan binnenkort ook wel zo'n mooie kast.